Vulnerability management, oftewel het inzicht in technische kwetsbaarheden en beheer daarvan, is iets wat al langer bestaat. Het is een sterke maatregel om misbruik van IT-omgevingen of systemen om die te beperken. Toch zien we bij veel organisaties dat nog niet ingeregeld is of dat maar beperkt daar gebruik van maakt. Veelal kunnen organisaties kopen nog wel technologie, maar in de operationele uitvoering ervan heeft men geen tijd of geen expertise om de opvolging goed uit te voeren. Het resulteert vaak in grote, omvangrijke rapportages. En die rapportages belanden dan op de stapel werk die een operationele IT-afdeling toch al heeft liggen. Hierdoor heeft een organisatie geen goed inzicht in zijn omgeving, geen goed inzicht in de kwetsbaarheden en de risico's in de omgeving en loopt men daardoor onnodig risico's. We zien de laatste tijd meer aandacht voor vulnerability management. Een aantal redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld dat ransomware aanvallen veelal gebruik maken van niet gepatchte systemen. Anderzijds zie je ook bijvoorbeeld dat veranderde wet en regelgeving ook organisaties eigenlijk in staat stelt om in controle te moeten zijn. En daardoor is vulnerability management een onderwerp wat de laatste periode wel weer meer aandacht krijgt. Wij voeren als organisatie veel security maturity assessments uit. En daaruit blijkt het onderwerp van vulnerability management ook één te zijn waar organisaties graag mee aan de gang willen. De uitdaging die organisaties op het gebied van vulnerability management vaak hebben is het beheer, het uitvoeren van de scans en de rapportages. Maar ook het interpreteren van de rapportages. Vaak zijn rapportages omvangrijk, bestaan uit vele pagina's en het is lastig om dat door te vertalen naar concrete acties. Als laatste punt zie je ook dat het real-time inzicht in nieuwe kwetsbaarheden vaak ontbreekt in de huidige technologie. Vanuit SecureLink leveren Managed Vulnerability Management dienstverlening. Die dienst is enerzijds los af te nemen of als onderdeel van de CDC-dienstverlening. Met de Vulnerability Management dienst geven we periodiek inzicht in de kwetsbaarheden en de risico's van de IT-omgeving. Dit kan zowel de externe IT-omgeving van de klant zijn of de interne. Maandelijks leveren we een rapportage en advies op vanuit ons Vulnerability Management team. Daarnaast krijgt de organisatie ook beschikking over een dashboard waarin alle rapportages en alle trends omtrent kwetsbaarheden ook inzichtelijk zijn. Het is een managed dienst, dus het is geen investering in hardware of software. Het operationeel beheer wordt helemaal door ons uitgevoerd. En het is mogelijk om aanvullende diensten als bijvoorbeeld pentesting af te nemen. Zo heeft een organisatie een complete dienst waarop wij de organisatie ontzorgen op het gebied van vulnerability management. Voor meer informatie over onze vulnerability management dienst, neem contact met ons op of ga naar de website.